complotmaffia. Er zijn diverse onderzoeken gedaan. Hè? Ook Donner heeft onderzoek laten doen voordat hij Demmink benoemde tot secretaris-generaal. Ja, maar dan komt je bent dus afhankelijk van justitie. En als je gewoon zelf kijkt, en dat kan elke Nederlandse journalist doen op internet, dan zie je getuigenverklaringen van Turkse jongens op video die Demmink identificeren als degene die hun verkracht heeft. Dan zie je getuigenissen van politiefunctionarissen die dat bevestigen. He, dus het is een hele... Het is wel een hele ingewikkelde zaak, maar hij is qua... Als het erom gaat dat deze zaak veel meer tot de bodem zou moeten worden uitgezocht, is het een evidente casus. Complot. En ik heb altijd gezegd, als een hoge ambtenaar bij het ministerie van Justitie van dergelijke zaken wordt beschuldigd, en het is niet één iemand die het zegt, maar we hebben toen gesproken met twee oud-bewindslieden, we hebben gesproken met mensen die aan die top van het ministerie werkten, we hebben met heel veel mensen gesproken die dat bevestigden, dan moet je dat serieus nemen, omdat de burger daar recht op heeft. Kijk, maar dat is meteen het probleem. Je krijgt dus, je hebt te maken met een topman van justitie, dus je hebt niet alleen met die topman te maken die een hele dure, advocaat kan inschakelen, maar je hebt heel justitie tegen je. En dat is natuurlijk een onhoudbare situatie. Maar... We gaan het hebben over de beschuldigingen aan het adres van topman bij het Openbaar Ministerie, Joris Demmink, ministerie van Justitie bedoel ik. Henk Rijkers van het Katholiek Nieuwsblad, jij volgt deze zaak al jaren op de voet. De Amerikaanse congres heeft vorige week een hoorzitting gehouden over de zaak. Wat hebben de Amerikanen te maken met beschuldigingen aan het adres van een Nederlandse topambtenaar? Nou, in dat congres is besloten, of is besproken dat Nederland weinig doet aan de bestrijding van kinderprostitutie en vrouwenhandel. Het is bekend dat Nederland een soort internationale draaischijf is daarvan. In het kader daarvan kwam ook Joris Demmink open en bloot op tafel. Daar heeft advocaat Adèle van der Plas heeft daar ruimschoots getuigenis over afgelegd. Klaas Langendoen, oud-rechercheur, van zeer, zeer belastende informatie over Joris Demmink, dus de huidige topman van justitie. En ik denk dat de kans echt heel groot is dat hij al lang hoog en droog en breed achter de tralies zou zitten als hij niet een justitietopman was. Ik vind ook, kijk hier nou bijvoorbeeld NRC, die presteert het om vandaag dus een bericht uit te geven over de fantastische primeur van het Algemeen Dagblad van afgelopen zaterdag. En waarin ze het weer voorstellen alsof het eigenlijk gaat om twijfelachtige beschuldigingen. En de NRC, NRC, ja, vandaag. En er staat geen enkele vermelding bij dat er, verdorie, afgelopen week een hoorzitting was in het Amerikaanse congres over Joris Demmink, over onze topman van justitie. Zover is het dus al gekomen. Ja, ja. Complot. Maar dan zijn er zoveel zaken, onafhankelijk van elkaar. Zoveel getuigenissen. He, nu ook weer, want zelfs als Demmink het zou winnen van het Algemeen Dagblad. Hij heeft daagse voor de rechter gemaakt. Hij gaat een kat in het nauw maakt rare sprongen, dus hij gaat nu in de aanval. Dan heeft hij nog niks gewonnen, want al die andere zaken die hier daar helemaal onafhankelijk van zijn, die blijven gewoon liggen. Nou, jij zegt eigenlijk, er is zoveel bewijs dat het wel op iets moet berusten. Bewijs is een dubbelzinnig begrip, maar er ligt ontzettend veel belastend materiaal. Ja. Kijk, oh ja, ook heel interessant. Kijk, daar kan je aan zien hoe zo'n getuige op zijn loge in elkaar is. Dat ze dus ging roepen over wat die vangstdirecteur verklaard heeft, het letterlijk woord gebruikt. Debiele uitlating. Ja, ja. Nee, uitlating. Dus kijk, dat zijn dingen die zijn van belang. Ja, en dat het een verhaal is wat bewust verzonnen is. Ook dat. Kijk, en daar had die advocaat Kaaks ook aan moeten doorgaan. Hoe kunt u uitlatingen debiel noemen als wordt ondersteund door gewoon zo'n dossier aan feiten en omstandigheden en in het boek De Demmink Doofpot en Turkse kinderen die verkracht zijn en een jongetje wat hier gezeten heeft om te verklaren, hoe kan dat dan debiel zijn? Ja, daar is niks debiels aan. Ja. Dat is eigenlijk precies waar het om gaat. Hè? Voor Koen en het AD, het is van horen zeggen. Ik mis in alles echt steunbewijs. Daar ben ik het niet mee eens. Even Koen, voordat je mag reageren. Minister Opstelten heeft dat inmiddels gedaan, op verzoek van de Kamer. Ja, ooggetuigen die hebben het niet van horen zeggen. Hè. Die verklaren uit hun eigen waarneming. Complot. Nee. Wie onze verhalen heeft kunnen lezen, die heeft gezien dat twee van die ooggetuigen staan te popelen om hun verhaal te doen onder ede. En dat vind ik nogal wat, hè? Maar echt bewijs. Het ministerie. Foto's, nee, bewijs krijg je nooit.
Als je het hebt over misbruik van kinderen, daar is nooit een derde bij. Dat zijn alleen maar de verhalen die verteld worden. Maar als het verteld wordt over de eerste de beste zwemleraar, dan gaan mensen ogenblikkelijk achter slot en grendel. Maar nu werd het verteld over de topambtenaar van het ministerie van Justitie. Mm-hmm. Complot, complot, allemaal. Complot, allemaal, complot. Deze week opende het strafrechtelijk onderzoek naar topambtenaar Joris Demmink, van wie al jaren geruchten gaan dat hij seks had met minderjarigen. De eerste, de topambtenaar, wat is daarmee, Siebrand? Mag niet kijken naar... Ja, sorry, ik moet er echt voor even inkomen. Dat maakt helemaal niet uit. Topambtenaar had betaalde seks met 15-jarige jongen. Is dat zo? Kijk. Nee, dat wordt beweerd. Oké. Okay. Inderdaad. Dat wordt beweerd. Ik kwam toch een hele interessante dingen te sprake. Wat ook heel interessant voor het was dat op het moment dat die twee gevangenisdirecteuren met hun verklaring kwamen over dat zij dus gezegd zouden hebben dat ze een kink gekregen hebben voor Demmink, dat kwam dus in juni vorig jaar naar buiten via de Volkskrant. Ja. Toen is er dus een onderzoekscommissie heel snel benoemd door justitie. En dat was dus onder leiding van een ex-ambtenaar, waarvan de naam ook niet genoemd mag worden. Moet je voorstellen. En toen is het onderzoek dus geweest en toen kwam dus het resultaat van het onderzoek. Mm-hmm. En dat mocht onderzoekers verder niet zwart op wit of zo, dus niks over. Er moest naar een kamertje, moest je dan komen, werd beschreven. Mm-hmm. En dan kreeg ze dus een A4'tje en dat mocht ze dan lezen. En er was verder geen één ander stuk. Meerdere A4'tjes. Ja, vier A4'tjes. En er was verder geen één ander stuk in die kamer, alleen de conclusie. En die mocht ze niet mee, mocht ze alleen lezen. Mm-hmm. Nou ja, dat is natuurlijk zo alarmerend. Kijk, maar dat is meteen het probleem. Je krijgt dus. Je hebt te maken met een topman van justitie. Dus je hebt niet alleen met die topman te maken die een hele dure, advocaat kan inschakelen, maar je hebt de hele justitie tegen je. En dat is natuurlijk een onhoudbare situatie. Maar complot, complot, allemaal. Complot, allemaal, complot. Aan de telefoon is PVV-europarlementariër Lucas Hartong. Goedemiddag. Goedemiddag. U heeft dit weekend vragen gesteld over de publicatie in het Algemeen Dagblad. Wat wil u precies weten? Het is begonnen met een brief die ik dus gekregen heb van congreslid Christopher Smith. Van de voorzitter van de Commission on Security and Cooperation in Europe. En die heeft dus voorgesteld om een onafhankelijk en gedegen onderzoek uit te laten voeren naar deze man. En dat steun ik. Oké, en wat gaat u daar concreet aan doen? Ik heb al 2 maal een brief gestuurd aan de voorzitter van de VS-delegatie hier in het Europese parlement. Dat is de heer Ehler, dat is een christendemocraat. En ik heb hem gezegd, wanneer gaat u dit op de agenda zetten? Dat is punt 1. En punt 2, we gaan met de delegatie eind november naar Washington toe. Gaan we overleggen met onze tegenpartners daar in het congres. En dan zal ik zeker meneer Smith spreken over deze zaak. Wie zou het onderzoek moeten doen? Want er is in Nederland diverse keren door diverse instanties naar gekeken. Ja, ik denk dat eindelijk het OM in Nederland eens wakker moet gaan worden. En wat dat betreft ben ik het met Hein Krijkers eens dat er zoveel belastend materiaal ligt dat ik heb gezegd van hier moet echt een goed onderzoek naar komen. Kijk, iemand is altijd onschuldig voor mij tot het tegendeel bewezen is. Maar er liggen nu zoveel getuigenissen, ook in het Algemeen Dagblad van afgelopen weekend, komen weer opnieuw getuigen naar voren die ook bereid zijn om onder ede deze beschuldigingen te herhalen voor de rechtbank. Dan zeg ik, nou laat ze dan maar eens een keer onder ede dat verklaren. Ja, u zit in het Europees Parlement. Aan wie stelt u de vraag als u ze stelt? Ik heb ze nu gesteld aan de voorzitter Ehler, dus van de VS-delegatie waar ik lid van ben. Omdat ik De VS-delegatie, dat zijn Europarlementariërs die zich bezighouden met de contacten met Amerika? Dat is helemaal juist, ja. De goede hoop dat dat nog goed uitgezocht wordt? Ik denk dat de zaak nu onhoudbaar geworden is. Ook dankzij de internationale aandacht. En ik denk dat de Nederlandse rechtsstaat behoorlijk in zijn hemd staat met deze affaire. Ja, maar goed, dat moeten we afwachten. Hè. Dat hangt van dat onderzoek af. Ik ben er zeker van. U bent er echt zeker van, ik ja? Ik ben er echt zeker van. U twijfelt van, ja. Niet? Nou ja, ik bedoel, kijk, het belangrijkste, de langer doen, die zijn datzelfde artikel in Vrij Nederland. Een fantastisch citaat als op jouw computer, getuigenissen binnenkomen bij het OM dat er kinderporno op staat. Dan word jij morgen om 6 uur van je bed gelicht. Dan staat heel je leven op je kop. Nou, tegen deze topman van justitie leven al meer dan 10 jaar zeer zwaarwegende aantijgingen. Mm. En er gebeurt helemaal niets. Complot. Allemaal. Complot. Allemaal bullshit. En dan wordt door iedereen geroepen, nou, zie je wel, het bewijs is er. En niemand denkt dan eens even na, ja, maar hoe gaat dat dan in de praktijk?